En is er dan met die brons, dan gaan ze vechten. Is er dan één mannetje wat uiteindelijk wint en wat alle vrouwtjes dekt? Of? Uiteindelijk kiest het vrouwtje met welk mannetje ze wil paren. Oké, dus het hoeft niet eens de winnaar te zijn? Nee. Er zijn natuurlijk al een aantal heren die natuurlijk de sterkste zijn. Ja. En die proberen natuurlijk met elkaar te vechten van wie is nou uiteindelijk de sterkste? Ja. Dat proberen ze dan wel met elkaar uit. Alleen het vrouwtje die zegt van met jou wil ik paren. Ja. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Je houdt er wel van, hè, vriend? Leuke kerstmaaltijd. Let it snow, let it snow and snow. Dankjewel voor deze ervaring en alle informatie. Ja, graag gedaan. En ik heb helemaal het kerstgevoel met de herten en de sneeuw. Oh, sneeuw. Op het landgoed in Ellecom worden ondertussen met man en macht de grote kerstbomen opgetuigd. En zodra Theo de touwtjes uit handen geeft, kan de grote tafel worden uitgeladen. We hebben een joeker van een tafel, de grootste die we ooit gemaakt hebben. Die komen allemaal potten op te staan, want ja, die tafels maken we elke week, dus we willen hem zelf ook hebben. Ja. Maar ja, het moet wel goed gaan natuurlijk. Ja. We doen gewoon één potje in het midden, dat zit toch? Ja. Oh, het is een aanmoedig mannetje. Nee, dit is geen minimalistische kist, het wordt een beetje uitbundig. Je voelt die spanning die voel je nu komen. Hè? Er wordt druk gecommuniceerd, kopjes worden gefocust. Ja, de kerst gaan dan op de beignets. Ja, het is natuurlijk zaak dat al die bordjes precies hetzelfde uitzien. Dat is natuurlijk mooi, hè? Was een menu. Er worden ontzettend veel tijd en energie is erin gestopt. Ja, dus je wil nu ook die finishing touch, die laatste details, die moeten goed zijn. Ja, zie je? En het wordt stil. Hè? De focus die komt nu. De spanning wordt opgebouwd. Ja, ja, als het nu misgaat, ja, dan zijn we echt de sjaak. Nou, darling. Ja, het gaat super. Ja? Ja, het is onder controle. Heb je het naar je zin? Ja, het is te gek. Ja, het is leuk om met zo'n crew te mogen werken. Hè? Ja, joh. Allemaal professionals, allemaal keien in een vak. Ja, dat vlamt echt in de keuken. Super, super. Ja. Kan je al iets verklappen wat er op het menu staat? Nee. Ah, nee, echt niet. Geen gerecht. Nee, echt niet. Ja, dragon zit erin. Alsjeblieft. Als je aan die tafel zit, wil je elkaar zien. Dat is heel erg belangrijk. Als deze zaal dicht was geweest, zoals die andere zalen, ja, dan sluit je eigenlijk een beetje het gezellige eten af. En dat kan natuurlijk niet. Daarom heb ik een glazen zaal laten maken. Dan komt de bloemstuk op te staan. Er is alleen één maar. Op een gegeven moment ben je aan een gewicht gebonden, want anders zou de zaal instorten. Hij kan 50 kilo hebben. Nou, als je alleen al die vult met water, schiet je al behoorlijk op, want er zit ongeveer 25 liter in. Dat is al 25 kilo. Vandaar dat ik een bloemstuk ga maken waar van de helft eigenlijk droog is. Een paar dingen die in natte fasen moeten staan. Dan houdt in ieder geval die zaal eruit en zo kan je elkaar zien. Het zijn zo mooi, hè, die amaryllissen. En ze zijn nu aan het uitkomen. Ze zijn mooi, maar er zit ook een mooi verhaal achter. In de Griekse mythologie had je een meisje die heette Amaryllis. Die was heel fijngevoelig. En die kwam op een berg een herder tegen. En die werd op slag verliefd. En die wilde eigenlijk die herder veroveren. Dat lukte niet, want die herder had maar één doel. En dat was bloemen, die was er gek van. En die had tegen Amaryllis gezegd: als jij mij een nieuwe bloem kan brengen, dan pas word ik je man. Amaryllis die kreeg dat natuurlijk niet voor elkaar. Die ging naar een orakel toe. En die orakel die gaf er een tip. Haal een pijl uit de tempel en snij jezelf voor het huis van de herder. En dat deed ze. 30 dagen lang op de plek waar Amaryllis elke avond stond, kwam in één keer een bloem tevoorschijn. De Amaryllis, zo bijzonder als deze, alleen dan in het rood natuurlijk. De herder die zag het, die kwam naar buiten en toen waren ze meteen samen. En zo is de Amaryllis ontstaan. Dat is de rode. Ik heb hier de roze en de witte. Is toch prachtig? Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here. Zo, Irma. Ja, ik zag dat bij jullie. Ook een boom met alleen maar ballen. Hè? Wordt dat nou veel gebruikt, alleen ballen? Er wordt veel gebruikt, want je hebt veel meer rust in de boom.
Als je maar met allemaal slingers en zo gaat werken, dan krijg je een hele drukke boom. Maar de een wil een rustige boom en de ander wil een drukke boom. En ik wil een rustige boom, want met die stukken wordt het veel te onrustig. Dus alleen die ballen vind ik mooi. En dan heb ik het gekozen in het goud en wit en een beetje zilver. Vind je het mooi? Dat is hartstikke mooi. Ja. Hoe versier jij hem nou? Want sommige mensen denken dat een boom versieren makkelijk is. Maar wil je een boom goed versieren, ben je de hele tijd bezig. Dan ben je wel even bezig. Je moet Hoe doe jij het nou? Nou, je moet erom denken dat je wel wat diepte creëert. Dat je ook ballen wat verder in de boom stopt. Zodat je wat meer diepte in de boom krijgt. Dat je niet alleen alle ballen voorin hebt hangen. En de grote ballen kun je ook wel wat meer verder in doen. En wat meerdere balletjes op één tak. Ja, want je ziet sommige mensen, die hebben zo'n boom gemaakt. Ik denk, het had allemaal wat netter en mooier gekund. Maar het is een geduldwerkje. Ja. Sommige mensen die zijn altijd zo zat. Nou, jij hebt geduld, want we hebben bomen zat. Dus ik zou zeggen, ga je gang. En ik heb ballen zat, hoor. Nou, ja. Mooi. Oh. Oh. Ja, zo. Ja. Oh, 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 oh. Ja. Zo. Dus die tafel is serieus 2,60 breed. Hij is 2,60 breed. We hebben aan alle kanten nog een stukje eromheen. Dus maar als je zo kijkt, is dat, zie je dat helemaal niet, hè? Ja, met fout gedaan. Hoe groot ben jij? 1,60. Zal ik er zo 1,60. Ik ben 1,67. Oké. Nee, hij is zeker wel. Ja, hij is inderdaad, ja. Nee, dit moet wel goed gaan. Ja. Dit moet goed. Oké. We gaan pompoensoep maken. Lekker met een crouton, met groenmoes erop, dragon, crème fraîche. Leuk wat eetbare bloemetjes gaan erbij. En wat is er dan mooier als die pompoen op de barbecue eerst lekker aangrillen. Lekker mooi krokant maken, dat die barbecue smaak helemaal in die pompoen trekt. Daar maken we dan soep van. Krijg je toch een beetje die rooksmaak van die barbecue. Die trekt er dan helemaal in. Dankbaar product. Ja, en kerst zonder barbecue, ja, dat gaat helemaal niet meer. Ja, we gaan hier ook een kersttafel maken. Ze hebben een beetje slecht weer voorspeld, dus het moet wel blijven staan. Wat hebben we nu gedaan? We hebben een grote tafel neergezet. We hebben een garderlux carpetaart in het grijs hebben we er opgelegd. Juist om een beetje te zorgen dat die tafel aangekleed is. En dan gaan we allerlei verschillende potten. Die gaan we opmaken met verschillende echt actuele planten voor de kerst. Ik ben hier onder andere bezig met een huls, want die hoort er ook bij. Zelfs als het gaat vriezen blijft hij buiten goed. En dat is belangrijk, hè? Bij Jona thuis is er nog volop bedrijvigheid. Ze is niet alleen speciale gast tijdens het kerstdiner. De mannen vinden het belangrijk dat ze, na al die jaren, zelf ook in de bloemetjes wordt gezet. En dit is een bak die zal Jona mooi vinden. Dit is de Carochia. Ik heb een groot exemplaar genomen, de zigzagplant. Die blijft in de winter eigenlijk een beetje zo grijzig, een beetje artistiek ziet hij eruit. En die heb ik gecombineerd met een witte skimmia, de White Dwarf. Die knoppen die zien er een beetje groenig wit uit, de hele winter. En van het voorjaar is je spierwit als je bloeit en dan gaat hij ook nog geuren.